Het natuurgebied Moerenburg-Koningshoeve wordt de komende 3 jaar aantrekkelijker gemaakt voor hardlopers en wandelaars. Dankzij de inzet van betrokken partijen zoals Brabant Landschap, Natuurmuseum Brabant, diverse agrariërs, ondernemers en subsidie kan het natuurgebied nog sterker en krachtiger worden gemaakt. Tilburg krijgt 3,4 miljoen euro provinciale subsidie voor de uitvoering van het plan Moerenburg-Koningshoeve. In dit plan willen ze de kwaliteit van dit gebied verbeteren. Door bestaande routes in en naar het gebied te versterken wordt de toegankelijkheid en de uitstraling vergroot. Het is heel erg mooi dat met dit geld dat er gekeken wordt van hoe kunnen we inderdaad de natuurwaarde versterken. Er komt 5 hectare nieuwe natuur komt er in ieder geval bij. En daarnaast komen er wandel- en fietspaden bij. Daarnaast is het ook heel fijn dat er wat verbindingen gelegd kunnen gaan worden tussen Koningshoeve en Moerenburg. En dat er ook gekeken wordt naar de verbindingen tussen de stad, Tilburg in dit geval, en het buitengebied. Dus dat mensen ook wat makkelijker de stad in kunnen komen, of de stad uit kunnen komen en de natuur in. Wat ook mooi is van dit project, is dat er ook aandacht is voor de geschiedenis. Je ziet vaker dat op een gegeven moment kunstenaars gevraagd worden om iets met kunst in het buitengebied te doen. En dat zijn dus allerlei ontwikkelmogelijkheden. En het unieke hiervan is dat er een hele brede samenwerking komt, niet alleen tussen ambtenaren en de gemeente, maar ook het waterschap, Brabants Landschap, particulieren en allerlei organisaties die iets nu al doen op dit moment in Koningshoeve en Moerenburg. Dus we zijn daar verschrikkelijk blij mee. Ik denk dat we met z'n allen gewoon feest kunnen gaan vieren en dat we echt de natuur en alles daar rondomheen kunnen gaan versterken de komende